Maar wel inderdaad dat mensen overal de tijd voor nemen. Ja, en dat heeft natuurlijk ook met de temperatuur te maken. Ja, en de aard, denk ik. In de film is te zien hoe Nederlandse pensionado's en vakantievierders over de Antillianen praten. En vooral in het weekend moet daar niet zijn. Want dan ligt er ook de Antilliaanse bevolking daar. En dan bouwen ze allemaal tenten op met zoekboxen, met eten en met kippenpoten. Het is te zien hoe Nederlandse ondernemers hun normen en gebruiken willen opleggen. Hoorde je wat ik zei over oogcontact? Daar gaan we het nu over hebben. Oogcontact, kijken. Vinden jullie mensen uit Nederland of uit het Westen of uit Amerika brutaal? Mag je eerlijk zeggen hoor. Kijk je lang aan, hè? Kijk je veel in je ogen, hè? De Hollander gedraagt zich horkerig als een postkoloniaal. Een Antilliaan lijkt niet vooruit te branden. Hij heeft een negatief zelfbeeld. Eigenlijk is de grootste vraag, waarom wil een Antilliaan geen leiding geven? Ja. De geschiedenis is bepalend, zegt de film. En die koloniale geschiedenis is in de film verwerkt aan de hand van voorgelezen historische teksten. Schip. Wapen van Holland. 23 juni 1701. Aantal slaven. 694. Reisdoden. 205. De film trekt op deze woensdagavond een volle zaal in Den Haag met aansluitend een debat waar ook de makers bij zijn. Dit is een negereiland. Hoe je het ook bekijkt. Een blanke heeft hier niets te maken. De hete zon die hier brandt is een negerzon. Sarah Vos en Sander Snoep, ja, wie wordt het meeste kijk gezet? De Nederlandse vakantiegangers of de Antillianen? Er wordt niemand te kijk gezet, want het is een... Het zijn wel karikaturen. Nee, het is een serieuze documentaire. En die afstand is echt zo groot. Ja, dat is wat het is. Ongelooflijke kloof tussen Nederlanders daar die daar vakantie vieren of leven en Antillianen. Ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Maar dat blijkt dus dat onze geschiedenis op Curaçao nauwelijks onderwezen wordt. We weten er heel weinig van. De vakantiegangers weten dat niet. De vakantiegangers weten het niet, maar de mensen die er wonen weten het ook niet. En dat is eigenlijk heel fnuikend. En dat komt wel pijnlijk naar boven in die film. En wat als verklaring wordt gegeven, dat is het slavernijverleden. Hoe kan dat nou dat iets wat zo lang geleden gebeurd is nog steeds op deze manier doorwerkt? Omdat er nooit over gesproken is. Het is ook niet alleen het slavernijverleden. Het is de verhouding die er al eeuwen is. Waarin de zwarte Curaçaoenaar per definitie een ondergeschikte positie inneemt. En eigenlijk vernederd wordt. Omdat hij minder kan, omdat hij minder weet. Omdat hij, als je het aan hem overlaat, gaat het mis. Dat is de boodschap die steeds uitgezonden wordt. En wat eigenlijk verschrikkelijk was, vond ik, wat een reactie uit het publiek vanavond hier bij die vertoning. Dat een meisje zegt dat ze op de Nederlandse, de witte school op Curaçao verboden werd om papiaments te spreken. En dat er niets geleerd werd over het eiland, niets over hun eigen cultuur. Op school leerden we alles Nederlands. Ik wist niet wat een polder was, maar ik moest mijn examen er wel over doen. En ik zit op een Caribische eiland, maar ik leer er helemaal niks van. Niet bij aardrijkskunde, niet bij geschiedenis. Wat mensen niet beseffen, dat ze heel onbewust bezig zijn om een eigen cultuuraspect op te leggen. Op Curaçao zelf waren er woedende reacties. Ook hier in Den Haag zijn er emoties, maar is men vooral blij dat er nu discussie hierover wordt gevoerd. Ik vraag me gewoon af, waar komt die arrogantie van Nederlanders vandaan dat ze zich zo gedragen op Curaçao?